Hallo dames en heren, leuk dat je kijkt naar een gloednieuwe aflevering van Incredible Zoo. Mag je de vorige aflevering nog niet hebben gezien, dan kun je hem hier bekijken in het i'tje. Vergeet zeker niet mijn linktree te checken om mijn Discord te joinen of gewoon om naar al mijn social media te gaan. Subscribe, mocht dit je tweede, derde, vierde video zijn, weet je. Ik bedoel, ik doe jou een gunst bij om te uploaden, doe mij een gunst om te abonneren en doe jezelf een gunst om een belletje aan te zetten. Maar in ieder geval, vandaag gaan we gewoon weer lekker deze game spelen. Hoogstwaarschijnlijk 4 levels, denk ik. Ja, het ligt er een beetje aan hoe groot de levels zijn. 1470 munten is ons expertdoel. Dat moet denk ik wel lukken. We hebben 2467 euro. Dat is voldoende. Klusjesman, doe maar gewoon lekker upgraden. Want anders is dat weer gezeik. Jezus Christus, het is echt veel geld wat we hebben. Hoe dan? Alle personages sneller wandelen? Nee. Ik wil. Ja, het voertuig, dat wil ik snel hebben. Laten we het voertuig doen, want dat is gewoon handig, weet je. En. Ik had eigenlijk dit nog moeten doen. Ik weet ook eigenlijk niet waar ik dat geld vandaan heb. Misschien heb ik vorige aflevering eventjes een level opnieuw gespeeld om meer geld te krijgen ofzo. Dat zou best kunnen. Soms wil ik dat nog wel eens doen, gewoon voor het gemak. Maar ja, zullen we dit besparen of zullen we dit investeren in een beest? Weet je, gewoon lekker investeren joh. Waarom niet? Hopsakee, dag 14 begint. Visie, dat zit daar. Het is alweer een tijdje geleden dat ik deze game heb opgenomen in specifiek, dus misschien zul je wel een beetje zien dat ik een beetje traag ben vandaag. Kijk, ik wist het gewoon, hè. Ik wist het gewoon. Hier, ik wist het. Dan gaan we vandaar naar daar. Nou, ze bewegen niet super veel sneller, moet ik zeggen. Het is, valt wel mee op zich. Nou ja, hè? Wat maakt het uit? Oh, wacht. Oh, hopsakee. En hop, hop. Hop. Jij kan daar naartoe lopen, jij kan daar naartoe lopen. Dit scheelt zoveel tijd als ze zelf kunnen lopen, jongen. Oh my god. Jij kan die krijgen, jij kan die krijgen. En dan moeten we eventjes alles bestellen en hervullen, want waarom niet? Laat ik even water meenemen direct. Hopsakee. En jij krijgt je visie. Ik kan trouwens beter water gewoon daar gewoon afleveren. Dat is wel slimmer misschien. Hopsakee. Regen, regen. Oké, dan hebben we alles voor die dieren. Hopsakee. De regen stopt pas natuurlijk wanneer wij alles hebben toegedekt met parasols. Parasols, parasolletjes. Ik weet niet hoe het heet. Gewoon een parasol, toch? Ja, parasols. Wat is het meervoud van parasol? Parasollen? Parasols? Dat is eigenlijk best een goede vraag. Laat zeker even weten in de reactie als je het weet. Of in ieder geval laat weten in de reactie wat jij gebruikt. Ik denk gewoon parasols. Nou ja, het zal wel weer in. Hopsakee, plus 20 euro erbij, heerlijk. Even kijken, 2 van die. En dan doen we even dit, zo, zo. En dan doen we nog eentje zo, en dan doen we 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 zo. Jezus Christus, ik ben eventjes een zo'n bandje die vastloopt. En dan doen we zo, en dan doen we zo, en dan doen we zo. En dan, oh. Dan doen we zo, 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 dan doen wij zo, 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 zo. Oh, en dan doen we zo, 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 zo. Ja, 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 ja. Hij wil een banaan trouwens, dus dat is efficiënter als we een banaan pakken in plaats van hooi. Even kijken, wat wil iedereen? Jullie willen dat, jij wil dat, dat. Oké, dan is dat gefixt nu. Jij wil dat, dus dan gaan we zo, 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 zo. En dan gooi je het alvast even weg en dan pakken we een banaan en dan pakken we wat vlees en dan zo, zo. Kijk, nu gaat het lekker hoor, nu gaat het heerlijk. Pakken we gieten en eventjes een emmer. Kijk, zo doen we dat. Ja hoor. Een georganiseerde troep noem ik dit. Overal nergens zijn, maar wel georganiseerd. En snel. Weer even alles bestellen, alles pakken, alles opvissen. Mm-hmm.
pak er twee van die. Ga maar zo. En dan hebben we hooi nodig wat op is. De hooi wordt nu geleverd en we hebben weer het hooi. En je wil water. Ja, dan doen we even dit zo en dan doen we zo. En dan gaan we... verdomme. Wat? Oh, we hebben natuurlijk geen water. Shit. Dankjewel. Noemen we die daar. Noemen we die daar. Leggen we hem even in het slaapgedeelte. Ja. Leggen we hem in het slaapgedeelte. Pleuren we hem tot slaap toe. Hopsakee. Misschien niet beste bonus met snelheid, maar weet je. Hij werkt. En als het werkt, vind ik het prima. Ik heb liever dat iets werkt dan dat we geen dieren hebben, weet je wel. Als in geen goede verzorging voor de dieren. Liever dat ze wel verzorgd worden dan niet. Liever laat dan nooit. Dat was de uitspraak die ik zocht. Liever te laat dan te... Nee, liever te vroeg dan te laat. Maar liever te laat dan nooit. En alles en iedereen slaapt. En we hadden nog maar een beetje tijd over. Nou, ging op zich wel lekker. Hopsakee. 1981 euro. Ah, heerlijk. Ik weet trouwens niet welke dag het vandaag is. Volgens mij is het dinsdag dat ik dit upload. I don't know. Ik neem dit ook op de 12e. Voor mijn Engelse kanaal is het nog erger, want ik upload al dingen voor de 27e op mijn Engelse kanaal. Twee leeuwen zijn beter dan één. Oh, shit. Doordat jouw afdeling steeds meer bezoekers krijgt, kunnen we meer dieren kopen. Zorg even goed voor de nieuwe aanwinst als voor de andere dieren. Zorg dat ze allemaal blij en gezond zijn om de wedstrijd te winnen. Zoals je weet zijn leeuwen gek op vlees, vis en fruit. Ja, maar... Oké, we hebben dus geld. Maar betekent dat dat we direct nieuwe dieren moeten krijgen? Ik denk het eerlijk gezegd niet. 2100 om nog sneller te gaan. Ja, op zich, dit is handig. 1600 als we deze twee willen. Ik vind het een goede deal. En deze is niet echt nodig, want deze hoeven alleen maar zo te lopen. En wij hoeven hier niet per se naartoe, weet je wel. Dus dit is best overbodig, die. Dan hebben we nog 381 alver. En met die 381 kunnen wij eigenlijk vrij weinig. Kooien. Betere kooien zorgen geduldiger. Is wel handig. Is wel handig, hè. Ja, dat moeten we nog maar even zien. Laten wij... Ja, we kunnen hem twee keer upgraden. Fuck it. Laten we gewoon in twee keer upgraden. Prima. Is hij direct level 2? Hij wil direct de visie. Ja, dan krijgt hij gewoon lekker direct de visie, toch? Medic. Dat is prima. Banaantje. Vleesie. Even kijken wat iedereen wil. Jij wil dat. Jij wil dat en jij wil dat. En jij hebt dat nodig. En shit. Shit, ik loop een beetje kut. Oh, stop. Oké. We pakken die. We pakken twee van die. We gaan zo. Oh, wacht. We gaan zo. Dan pakken we water. Dan gaan we daar naartoe. En dan gaan we hier naartoe. En dan gaan we hier naartoe. Want anders hebben we zo weinig inventoryruimte. Hier naartoe. Ja, het is wel echt een beetje plan af en toe. Waar en hoe je moet lopen. Hier naartoe. Je kunt beter gewoon direct zo lopen. Hupsakee. Hoeven we hier tenminste nu even niet meer naartoe. En een banaan. Wat? Ik weet niet waarom je dat deed. Hup. En dan heeft de olifant nog een mandarijntje nodig. Of een sinaasappel. Ik weet niet precies wat het is. En dan perfect. Nou, het is wel chill dat we gewoon zo kunnen lopen nu. Dat is wel echt chill.
Dan hebben we eindelijk de gezeik niet meer, weet je wel. Hopskee. Jij hebt medic nodig, helemaal prima. Gieter. Je moet jezelf echt, wat? Ik weet niet wat dat was. Twee van die dingen. A, U, B. En dan zo, zo. En dan moeten we even hier naar daar gaan. En dan hier naar daar. En zo, en dan zo, en dan zo. Ja hoor, kijk. Nu hebben we het wel redelijk onder controle. Nu is iedereen blij, nu wordt alles blij. Nu ben ik ook blij. Kijk. Even kijken, bucket. Nou, geef direct maar lekker die bucket. Want we zijn toch relatief dichtbij. We kunnen beter direct visie meenemen. En die kunnen we ook even doen. En dan zo, 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 zo. En dan gaan we terug voor nog eentje van die en die. En dan en nog eentje. Dan gaan we zo, 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 zo. Kijk. Nu doen we het goed. Nu gaat het lekker. Hopskee. Tuurlijk, de beesten worden nog steeds wel een beetje pissig. Maar weet je, helaas kan het niet anders. We zijn ook niet super snel natuurlijk. Dus die snelheid upgrade zou handig kunnen zijn. Maar ja, hè. Nou, lever dat maar gewoon even. Zo. Dan heb jij een gieter nodig. En dan heb jij water nodig. En jij ook. Deze games is ook echt gewoon goed onthouden wat je op je karretje hebt en wat je niet op je karretje hebt. Dat is echt een ding hoor, met dit soort games. Hopsakee, en dan daar naartoe lopen. Bedankt voor het geld iedereen. Oh shit, we zijn uit dat. Water. Die hebben we nodig, die hebben we nodig. En bananen. Waarom duren bananen zo lang? Ah, dat is niet goed. Shit, ik loop even vast. Die naar daar, naar daar. Dan twee van die. Shit, wacht. Hier langs lopen. Drie van die. Zo. Jou kunnen we laten slapen. Hop, 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 hop. En dan wil jij dat en dat. En dan zo. Hopsakee. Kijk. Efficiëntie. Oh, ik had er nog één. Oh, nou ja. Maakt niet uit dan. Lever dieren direct maar gewoon. Zo, 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 zo. En dan wil jij een banaan. Je kan ook gewoon even uit je hok lopen, hè. En gewoon die banaan pakken. Dat is ook gewoon... Dat mag voor mijn part. Lekker makkelijk voor mij, weet je. Als je iets verwijdert, kost dat je punten? Nee. Oh, je kunt gewoon niks verwijderen. Oh, lol. Lekker dan. Kan dat serieus niet? Oh shit, lekker. Oh jawel, kan hier. Maar ja, dat kost... Dat kost denk ik punten. We krijgen veel geld, jongen. Holy shit. 1983. Netjes, netjes. Je hebt een prestatie verdiend. Genezer. Lekker. 2164 euro. Prima. 1960 munten. Oké. Okay, ja, we kunnen de snelheid upgraden. En ik denk dat het ook best wel handig is. Kijk, je zou ook natuurlijk kunnen zeggen... Het karretje is handig om te upgraden. Ja, maar ik vind snelheid toch net wat handiger, I guess. Want we hebben niet de hele tijd dat we vier dingen mee... Of vijf dingen mee moeten nemen. Dus... Ja, gewoon zo. Kijk, hoe snel zijn we nu? Oh, nou. Die heeft dus reparatie nodig. Fishy. Oeh, het gaat wel iets sneller. Kijk, elke meter per seconde is natuurlijk wel weer sneller, hè. Dus dat moeten we niet vergeten. Alles is uiteindelijk heel efficiënt. Hop, 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 hop. Kijk, dan doe je gewoon lekker een makkelijk rondje. En dan gaan we hier naartoe, daar naartoe. En dan pakken we hier die vandaan en die daar vandaan. En dan... Gaan we volgens naar de vis toe. Gaan we daar naartoe. Gaan we hier naartoe. Gaan we daar naartoe. Gaan we hier naartoe. En dan moeten we ja weer naar de vis toe. Dus dan gaan we zo zo. Oh. Twee. Kijk. Dit is efficiëntie.
Twee vis hebben we nodig. Twee van die hebben we nodig. Oh shit, we hebben weer een vis nodig. Oh, stop dan maar even. Dan halen we eerst nog even visie op. Geven we die onderhand aan hem. Zo. Zo, kijk. Banana en giraf. Kijk, hopsakee. Heerlijk. Lekker bezig, al zeg ik zelf. En dames en heren, ik wil jullie trouwens ontzettend bedanken voor alle support de laatste tijd. Want ja, het is echt enorm. Ik dacht dat 40.000 vertoningen al veel was. Nou, laat me je vertellen. Met deze maand alleen al hebben we 133.000 vertoningen op YouTube. Ik ben 133.000 keer aan jullie aanbevolen. En dat vind ik enorme cijfers. En daar ben ik ook enorm blij en dankbaar voor. Natuurlijk moet ik je soort van YouTube ook wel bedanken, want het algoritme, hè. Maar iedereen die kijkt en geabonneerd is, hartstikke bedankt. Want op het moment van de opname hebben we, nou ja, niet net de 150 abonnees gehaald. Maar hebben we wel de 150 abonnees behaald. Dus iedereen zeer zeker bedankt voor alle support over alle jaren heen. En laten we gaan naar 200 abonnees, toch? Ik doe dit eventjes als een soort... Ja, ik doe het gewoon... Tijdens de video even, want ja, voor de 200 abonnees, dan doe ik wel een speciale video natuurlijk. Maar voor de 150, dat is gewoon een tussenstapje, om het even zo te zeggen. Dat is een tussenstapje tot de 100, 200. Dus, hè? Even kijken. Hupskee. Kijk, kunnen we mooi dat blokje doen. En dan moeten we daar naartoe. Oké. Medic moet weer eventjes daar naartoe. De caregiver. Dan gaan we hier naartoe. En jij moet daar naartoe. Oké. En dan pakken wij ook nog even een banaantje mee. Hupsakee. En dan zo. Hupsakee. Overal langs. Weer eventjes wat vissen ophalen. Even kijken hoor. Want. Oh, stop. Dit is voor jullie twee. Dan gaan we hier naartoe. We hadden eigenlijk eventjes wat ding mee moeten nemen. Wat water. Ja, dat nemen we er nu wel even mee. En dan hebben we de stro voor jou. En dan hier die, dat, zus, zo. Shit. Daar naartoe. Oh, banaantje meenemen. Daar naartoe. Hopsakee. Hup. Wie heeft nou water nodig? Ik weet niet. Jongen, ik heb weer iets te veel meegenomen. Jongen. Ja, nu past het weer niet. Lekker bezig. Hey. Visie daar. Oké, nu moeten we met 3 inventory slots doen. Niet dat het heel moeilijk is of zo, maar het is wel wat vervelender. Laten we daar op houden. Oh shit. Godverdomme. Zo. Jongen. Kom op nou. Dit. Ah shit, we hebben bananen nodig. Eet veel bananen. Bananen zijn gezond. Adem sloeg even op dit rode mooie grond. Even kijken. Shit. Nou, ga maar lekker slapen. En dan 2 banaantjes. Hopsakee, hop. Kijk. Nou, we hebben het toch nog kunnen doen. Toch nog wel netjes. Dat is een beetje moeilijk uiteindelijk. Nou ja, maakt niet uit. Jullie willen ook slapen, neem ik aan. Ja. Oh, onze tijd gaat weer knipperen. Kom op, ga slapen. Oké, top. Het is heel mooi dat ik nog steeds dat water had, want dat had hij dus nodig. Nou, helemaal mooi. Ja, dames en heren, ik wil jullie hierbij bedanken voor het kijken naar deze aflevering van Incredible Zoo. En mocht je nou hebben genoten, ik zie zeker blij zijn. Maar vergeet niet te abonneren, mocht je dat nog niet gedaan hebben. Klik op het belletje, want dat is gewoon lekker makkelijk. En dan kan ik maar één zeggen, dat is tot de volgende keer. Doei.